Een van de vele problemen waarmee de ontwikkelingslanden te kampen hebben is het ontbreken van voldoende drinkwater van goede kwaliteit. In het Oost-Afrikaanse land Tanzania leidt soms de helft van de dorpsbevolking aan ziekten die het gevolg zijn van slecht drinkwater. De vrouwen scheppen het uit een troebele poel en moeten dag in dag uit vele kilometers lopen om er een klein beetje van thuis te brengen. De regering van Tanzania heeft een plan gemaakt om 20.000 goede waterputten te slaan, waarmee het drinkwaterprobleem voor het hele land kan worden opgeheven. Met Nederlandse ontwikkelingsgelden en in de eerste jaren ook met de hulp van Nederlandse deskundigen worden in het Shinyanga-gebied 700 van die putten aangelegd. Het begint met een proefboring waar geen machine aan te pas komt. De dorpsbewoners doen het zelf en met enthousiasme, want het gaat om de verbetering van hun eigen leefomstandigheden. Het water van de proefboring wordt in een streeklaboratorium onderzocht. Als blijkt dat het gezond is en van goede kwaliteit, begint men met het graven van de put. Ook dit graafwerk doen de Tanzanianen zelf. Dat lijkt primitief, maar machines zijn duur en mankracht is in overvloed aanwezig in de ontwikkelingslanden waar bijzonder veel mensen werkeloos zijn. Het aanleggen van 700 putten vereist een goede organisatie. Zo moet de aanvoer van putsegmenten en buisleidingen verzekerd zijn. Daartoe werd een centrale werkplaats ingericht waar 250 ongescholden via een praktijkopleiding nu al het nodige materiaal aanmaken en bewerken. Voor de buizen wordt standaardpijp gebruikt die in Tanzania overal verkrijgbaar is. De uit zand en cement gegoten ringen worden stuk voor stuk in het gegraven putgat neergelaten. De Nederlandse deskundige geeft daarbij nu en dan goede raad. Al vraagt hij er ook wel om, want soms weet de bevolking bepaalde zaken beter. Als het putdeksel op zijn plaats is en pomp en buizen zijn aangebracht, heerst er in het dorp een feestelijke stemming. De vermoeiende tochten naar de poel behoren tot het verleden. De Tanzanianen hebben met Nederlandse hulp een stukje vooruitgang tot stand gebracht. Maar daarbij alleen blijft het niet. Want tegelijkertijd wordt in dezelfde streek ook op andere terreinen, zoals gezondheidszorg en wegenbouw, hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het land.